Mijn naam is Oriana Kalsines. Mijn naam is Ryan van der Heijden. En wij zijn de vertalers van de nieuwe versie van Disney's AIDA. Toen AIDA in 2001 in première ging, waren we 5. Dus we hebben de show niet zelf gezien. Maar wij zijn allebei wel opgegroeid ook met de muziek. Ik weet nog, toen ik op de middelbare zat, toen was Vergeten mijn jam. Weet je, zo'n hele rebelse puber die dacht, oh. Dus de muziek, er zitten genoeg klassiekers in. Die hebben we zeker meegekregen in de afgelopen jaren. Ik stuurde een script in van een andere vertaling. En toen werden we eigenlijk al heel snel uitgenodigd van, hey, er zijn schrijfaudities. Zouden jullie interesse hebben om, voor dit stuk een vertaling te maken? En toen zeiden we natuurlijk meteen, wat gebeurt er? Ja. Ja, dus toen zijn we meegegaan in de pool van de proefvertalingen. Een tijdje later hoorden we dat wij het mochten gaan doen. Deels. Het is zo dat met de nieuwe versie van de show zijn er ook nieuwe vertalingen. Dus alle scènes, alle spreekteksten zijn sowieso nieuw. En het meeste van de liedteksten van 2001 van Martine Bel zit nog in de show. Maar er zijn ook delen bijgekomen, liedteksten bijgekomen. En er zijn een aantal teksten waarvan Disney heeft gevraagd van, we hebben een update nodig van de bestaande vertalingen. Dus dat is onze verantwoordelijkheid. We hebben eerst de versie die er toen was, de versie van juni 2021, die hebben we helemaal doorgelezen. Daarna hebben we nog updates gekregen. Maar we hebben ons eerst gewoon verdiept in de nieuwe versie. En wat ook wel leuk is, we zijn ook bijvoorbeeld ook naar het Museum van Oudheden geweest om ons gewoon eens te wanen in het oude Egypte. Dat vonden we ook wel gewoon leuk om te doen en nodig. Ja, allerlei dingen lezen over de nieuwe versie. Over Nubië, et cetera. Ja. Better to ask for forgiveness than for permission. Oftewel, doe wat je hartje vertelt. Ja, ondanks dat alle signalen er misschien op wijzen dat je dat niet moet doen. Ja, blijf gewoon bij wat je van plan bent en waar je voor staat. Is het allemaal waard?